hand, boom, cool. Koffie zelfs, wat? Bittermelon, deze ken ik niet. Dat is meloen toch? Riet, thee, gember en tabak. Ze hebben ook citroen, bloemriet en cacao. Dat is wel een kruid, denk ik. Ik weet het ook niet. Wie weet wat dit is? Ik weet het niet. Nee, ik denk een noot. Niet een pit. Macadamia noot! Nee. Pas niet. Geen macadamia noot. Ik weet het niet wat het is. Als je het weet, laat een berichtje achter in de comments. Gaan we aanvallen? Wat is dit? Ik weet niet. Haal het eruit. Een amandel? Een amandel lijkt wel. Ja. Oeh, maar hij is nog niet zo ver natuurlijk. Nee, een amandel volgens mij. Het is een amandel. Cool! Wel cool hè, dat, je dus, dat ze ze rechtsomdraaiend hebben gemaakt, zodat mensen die aanvielen niet met een zwaard in de aanslag konden aanvallen, omdat die speel in de weg zat van de trap. Zo alleen slim. Verdedigend kon je niet. En meeste mensen... Ja. De andere gasten die konden helemaal links. Ja. Meeste mensen zijn rechts, toch? Ja. Heel weinig links. En alle treden zijn dus ongelijk. Het is echt als het schild onder één. Warm, zodat het ook nog heel moeilijk beklimmen is, omdat je er eigenlijk altijd van uitgaat dat een tree even hoog is als de volgende. Maar ze zijn allemaal ongelijk. Je schild aan hebben moeten lopen. We zijn erbij. Zonder leuning, hè, want die is nu nieuw. We gaan nu helemaal naar boven, maar daar is ook... Hier, papa, hier is ook nog een kamer. Een potlood. Gezien. Een potlood? Ja. Heb je een potlood gevonden, Aaron? Ja. Uit 1800. Uit 1800. Nou, dat geloof ik niet. Maar ik denk dat die wel nieuw is. Hé, hier is ook nog een luisterding. Kijk, wat is dit? Ah, ja. Dat is een open haard. Hè? Ja. Dat zou bij mij. We zijn er. Wat is dit? Het is echt super hoog. Kom maar kijken. Wat? Ik kan gewoon alle boten zo zien. Ze zijn super hoog. Knijterhoog. En wat is dit? Is dit de bovenkant van het gebouw? Dat is de constructie van de toren. Dit is gewoon hout, hè? Ja. Hout, tof. Oké. Ik kan naar beneden kijken. Kom maar, dit is heel vet. Dit is de bovenkant van een hardhals. Ja. En dit is een heel harnas. Super cool. Dat is een kilt. Mijn. Dit is een helm. Het ziet er gelijk uit. Ja, zit het lekker? Nou, het zit een beetje groot voor mij en het zit niet echt heel lekker op mijn hier zo bij mijn voorhoofd. En naar rennen. En naar rennen. Probeer het te rennen met iets ijzers aan. Doet wel met je benen van omhoog. Dit is dom. Auw, schouder. Ik ga je ijzer. Oh, dit is zo zwaar. En dan gaan we naar de kamer van een prins. Kijk hoe cool dan.
Dit is echt zo cool. Kijk dit. Wauw. Dat is mooi. Hey, we deden net de ridderroute. En nu doen we de torenroute. En die doe ik in mijn eentje. Papa en mama zijn naar een tuin. Ik vind een tuin niet zo leuk. Ik hou meer van ontdekken. Ik loop nu naar boven op de trap. Ik moet wel voorzichtig zijn, want anders dan val ik. Hij is minder moeilijk dan die andere. Het is gewoon een houten trap. Het is ook een torenkamer, niet de ridderkamer. Dus dat is makkelijker lopen. Cool. Zie dit. Woehoe. Ik kan het hele uitzicht zien. Hier gaan we naartoe. Deze kant op. Denk dat? Ja. Het is wel een heel moeilijke pad. Kijk. Dan gaan we naar boven. Dan gaan we deze kant. Het spel. Ik ga even spelen. Ik probeerde het spel, maar het was niet leuk. Ik wist geen eens hoe het werkte en er waren knoppen. En je hoorde hondengeluiden. Ik weet niet wat het was. En ik doe soms wat audiotoeren. Dat was ook bij die andere toeren zo. Dit is het kasteel in 3D. Dat had ik niet gezien. Dit is cool. Laten we verder gaan. Ik ben helemaal verkeerd gegaan. Ik ga terug. Ik ben de verkeerde kant voor mij opgelopen, dus ik ga het opnieuw proberen. Ik laat je straks zien als ik bij een andere plek ben. Nou, dit was het voor mij. De torenkamer was iets minder lang dan de ridderkamer. Sorry, het is toren, geen kamer. Maar hij was toch ook wel leuk, vond ik. En ik ben in mijn eentje. Yay. Zo Jet, dat was het Muiderslot. Wat vond je ervan? Superleuk. Wat vond je leuk? Met die tosten. Wat vond je er leuk aan? Nou, ik vond het leuk aan al die dingen wat... Hoe het vroeger ging. En dat die muren zo dik zijn van het kasteel. Dat het wel 1,5 meter dik kon zijn. Cool. En die kleine gleufjes, dat was voor de spieren? Boogschieten, waarvoor was dat? Ik dacht boogschieten. En wat vond je er minder leuk aan? Nee, vond je het allemaal leuk? We moesten wachten op die tosti. Altijd iets met eten. Ik hou nooit van wachten. Nou, dat was hem weer. Hè? Ja. Wat zeggen we dan? Like en abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Doei.